Door de toenemende industrialisatie moest de stad zich sterk uitbreiden. Van de verlichting heeft het gas moeten wijken voor de elektriciteit. Ook in de oude stad verdwijnt de gasstraatverlichting. Wat een verschil in wonen met het verleden. Woonblokken zijn verrezen en van de balkons en loggia's wordt een dankbaar gebruik gemaakt. De beplantingen langs de wegen en de bloemen in de tuinen zijn een genot voor het oog. Op weg naar de Montessori-school. Een school voor buitengewoon lager onderwijs. Een openbare school. De school voor ULO die tot Europa-school is uitgeroepen.
De Europavlag wordt gehezen, het bord onthuld door de burgemeester, terwijl talrijke autoriteiten op gemeente- en onderwijsgebied aanwezig zijn. Hier leert men de moderne dans. Ook het ballet kent ijverige leerlingen. Overal schitterende doorkijkjes in de nieuwe wijken. Als de heren der schepping naar hun werk zijn. Bouwrijpe gronden. De buizen voor water en gas worden, voordat het bouwen begint, in de grond gebracht en gereinigd. In deze sleuven worden meestal ook nog de elektriciteitskabels gelegd. Op je gezondheid.
gulgraafmachine die de leggers van de buizen makkelijk voortblijft. Ononderbroken gaat het bouwen voort. Hier verrijst een flatgebouw van 8 verdiepingen. Krachtige kranen vergemakkelijken het werk. Een kooi komt naar beneden en brengt in één keer een grote massa stenen naar de stijgers. Daar kan een opperman niet tegenop. De metselkalk gaat machinaal naar boven. Veel wordt er gevergd van de aanvoerauto's op het ongebaande land. Voor afwerking van een daklijst gaat een enorm stuk beton naar boven. Verdieping van het flatgebouw wordt de bekisting voor het laatste gedeelte geplaatst. Aan het werk. Bekwame vaklieden zijn bezig de gasbuizen de gewenste vorm te geven.
het snijden van de schroefdraad. De buis heeft nu zijn model en wordt op zijn plaats gebracht. Hier wordt de verbinding tot stand gebracht tussen twee etages. Door stucadoor en schilder wordt de laatste hand gelegd aan het interieur. In een keurig afgewerkte kast zijn de gas- en de elektriciteitsmeters van de gemeente Energiebedrijven te vinden. Aan weerszijden van de spoor- en waterwegen liggen de industrieën. Vele industrieën gebruiken voor hun productieproces het gas als energiebron. Zo ook Jacob Bussings Koninklijke Deventer Koekfabriek NV. 100 kilogram koekdeeg komt naar beneden en wordt via een paar walsen op de bakplaat gebracht. Laten verdwijnen in een lange kettingoven die door honderden gasvlammetjes verwarmd wordt. Het bakproces duurt enige uren. Door kijkgaatjes is te controleren dat de koek naarmate ze het einde van de oven nadert al bruiner en bruiner wordt. De koek is gereed om op het juiste formaat te worden gesneden. De Deventer Algemene Industriemaatschappij bestaat een der werkzaamheden in het bedrukken van blikplaten bestemd voor de fabricage van kroonkurken voor melk, bier en limonadeflessen. Met gas verwarmde kettingoven worden de platen gedroogd. De DAVO haardenfabriek. De onderdelen van de haarden worden gespoten in de gewenste kleur. Ze
gaan nu in een heel langzaam tempo door een droogtunnel die door reeksen gasvlammen verwarmd wordt. Om nu hun uiteindelijke kleur en glans te krijgen, gaan ze in een rood gloeiende moffeloven. Ook in de vleesconservenindustrie vindt gas veelvuldig toepassing. Hier bij de NV Anton Hunik wordt alles gebraden, gebakken en gekookt op gas. Blikambalagefabrieken Thomassen en Drijver NV maken per jaar meer dan 500 miljoen bussen. Het grootste deel bestaat uit conservenbussen voor groenten, fruit, vlees, vis en zuivelproducten. In de fabriek Deventer 2 staan de machines voor het bedrukken, het lakken en het drogen van het blik opgesteld. Proces van nabij gezien. Voor elke kleur die aangebracht wordt, moet elke plaat eenmaal de drukpers passeren. Steekproefsgewijze worden de bedrukte platen gecontroleerd. De drukking dringt niet in het blik zoals bij papierdruk het geval is. Ze wordt daarom in gasovens bij een temperatuur van ongeveer 150 graden Celsius gemoffeld. Deze grote droogovens verbruiken enorme hoeveelheden gas. Gasmeter in de fabriek Deventer 1, waar per minuut ongeveer 5 kubieke meter wordt verbruikt. De soldeerbaden van de volautomatische soldeermachines worden met gasvlammen verwarmd. In deze fabriek worden conservenbussen volautomatisch gefabriceerd. De productiesnelheid is 360 bussen per minuut. Een vertraagde opname.
Ook de coöperatieve condensfabriek Gelderland Overijssel gebruikt gas. Het vullen van de bekende busjes met gecondenseerde melk. Daarna worden ze gesloten met een automatische soldeerbout die inwendig door een gasvlammetje op temperatuur wordt gehouden. Miljoenen en miljoenen busjes beginnen hier hun reis naar alle wereldstreken. De gasvlam van de oven, waar de kernen, de vormen die de holten der fittings moeten uitsparen, gedroogd worden. Het zilverzand, dat onder meer gebruikt wordt voor het maken der kernen, wordt gedroogd in een draaiende gasoven. Met behulp van stalen modelplaten en de kernen wordt door de vormmachine de gietvorm geperst. Op een transportband gaan deze naar de gieterij. De gietpannen zijn, voordat het vloeibare ijzer van 1420 graden Celsius uit de koepeloven erin komt, boven gasvlammen voorverwarmd. Tenslotte gaan de fittings in Kuipen 140 uur in een gasoven. Elektriciteit vervult gas een belangrijke taak in Deventer. Een stad van hoog tempo, schilderachtig gelegen, in een lieflijke omgeving die de zo onontbeerlijke rust verschaft.